Bij het Nationaal Leger zijn vandaag 41 militairen van het Directoraat Nationale Veiligheid 94 manschappen bevorderd in een naast hogere rang. Bevelhebber Werner Kiewe Assen spreekt van nog een bijzonder moment voor dit jaar. De legertopman zegt dat met de beëdiging van vandaag bewezen is dat het defensieapparaat leeft. Voor dit jaar is dit de vijfde keer dat we zulke grote groepen van militairen hebben kunnen bevorderen naar de naast hogere rang. Mijn dank gaat daarom uit naar een ieder. Vanaf de jongste militair tot de minister en actoren buiten het ministerie van Defensie voor de vele successen die we gezamenlijk aan het boeken zijn. Met al hetgeen dat we doen, tonen wij aan dat onze defensieorganisatie leeft. En dat we ook deze bevordering kunnen plaatsen in de rij van een lange reeks van positieve ontwikkelingen die de defensieorganisatie meemaakt. Als bevelhebber dank ik u niet voor weer een andere bevordering. Ik dank u allen gewoon voor het doen van uw job. Vanaf de commandanten die hun personeel op tijd wisten voor te dragen, tot alle mannen en vrouwen binnen de personeelszuil die ervoor hebben gezorgd dat documenten en voordrachten voortvarend werden verwerkt. Kiewe Assen zegt verder dat hij het personeel dankbaar is voor het klaren van hun job, zodat het werk niet stilzit. De legertopman wijst op de belangrijkheid van de defensieorganisatie, namelijk om veiligheid te garanderen. Minister Krishna Kumari Mathura zegt dat de uitdagingen die de organisatie tegemoet ziet, de organisatie alleen maar sterker moeten maken. We kunnen slachtoffer worden en zeggen, we klagen en we gaan niet ertegen en we willen niet vechten ertegen of opstaan. En de rol nemen van een strijder en met moed die uitdagingen tegemoet treden. Als strijders, als vechters. En wanneer die uitdaging achter de rug is, dan bent u sterker geworden. Dan heeft u ervaring, dan bent u mentaal beter geworden, fysiek beter geworden. En dat is wat we allemaal moeten doen in het leven. Bij elke uitdaging, die uitdaging als een strijder tegemoet treden. En doorstaan. Ja. Dat is waar ik u allemaal oproep voor. Mathura zegt dat de obstakels de voorgestelde doelen van de organisatie niet moeten dwarsbomen. Van het leger wordt daarom verwacht die obstakels te overwinnen. De minister is ervan overtuigd dat het leger in staat is te overwinnen. Vandaag is de vijfde beëdiging voor 2022 gehouden.